Welkom bij een nieuwe aflevering van Badje Bekaan. Ik ben Berend Oosting en vandaag zijn we jongens bij... VV Leiden! Kampioenen! Kampioenen! En wie is de kampioen geworden, jongens? VV Leiden! Oké. Mijn naam is Antal, ik ben 17 jaar oud en ik voel me een A1 van Ruinen. Ik ben Jorien Kleiker. Ik ben 24 jaar en speel in het eerste van Ruinen. Ik ben Wannick Pinksterhuis, 25 jaar en ik speel weer Dames 3. Hoe is het nou om in Dames 3 te spelen? Ja, je hebt mooiere teamgenoten dan in het eerste of tweede. Deed die piercing, deed die nou zeer? Nee hoor. Ik vind hem wel mooi. Ja? Ik vind hem cool. Oké. Okay. Nou, doe je best. Ja, dank u wel. Alsjeblieft. Kijk, nou, de sfeer zit best, er goed hè? In. In Ruinen, de eerste poging van Antal Hollings. Tweede poging. Ja, hij schampt hem wel, maar nog altijd geen punt voor VV Ruinen. Ook poging 3, lukt niet. Poging 4 dan, vanaf 18 meter. Weer niet, laatste poging van de B-junior. Oh. Hey, Adal. Nou, zeg het maar. Beste jongen. Wat was jij verschrikkelijk slecht? Ja, dat weet ik. Ja, dat is een understatement. Tweede deelnemer is... Zo is, klasse. Jurjen Kleiker. En die scoort. De eerste punt voor voetbalvereniging Ruinen. En dan gaat het alweer wat minder. Hij staat te tellen nog altijd maar op 1. Hehe, het publiek gaat meedoen. Helpt het. Laatste poging. Tja. Beste bal, jongen. Voetbalvereniging Ruinen werd opgericht op 13 mei 1931. De club speelt haar wedstrijden op Sportpark De Baten. VV Ruinen telt 5 seniorenteams, 1 damesteam, 2 zaalvoetbalteams en 19 jeugdteams en zelfs nog 1 kabouterteam. Het vlaggenschip van de club, Ruinen 1, is 7e geworden in de 4e klasse B. En heeft u de helden van Ruinen al verzameld in uw stickerboek? Ik denk dat ik naar hem kijk, nou, die schiet niet veel raak, dus ik denk dat ik net bij Pijs onderaan sta. 5 schoon. We hebben nog 6, we hebben nog 5 punten verdelen, dus... Maar even serieus, kijk eens hem. Kijk eens. Denk je dat hij 5 keer raak gaat zien? Ik denk wel, ik heb wel vertrouwen in hem. Nou, we zullen het zien. Ja. Laatste deelnemer, Manix Pinksterhuis. Begint heel erg slecht te spelen, die lang geblesseerd is geweest, maar hij wordt geholpen door de wind. Hé, hey, voel dat er geen klas hoor. Hé, hey, wat moet je nog met? Wat moet je met mensen? Telt hè? Ja? Nou oké, hij telt. En dus staat de score op 2, Manix Pinksterhuis, poging 3. Heel zwak, poging 4. Nog zwakker. En gaat poging 5 nog een derde punt opleveren? Nee. Ja, goed, ik tel die voor jou, maar... Ja, ja, telt eigenlijk niet. Maar goed, telt eigenlijk niet, maar ja, je pakt nou ook geen geld. Nee, dat is waardeloos. 2 punten. Ik vond niks. We kieken hem naar de stand. En dan zien we nog altijd Borger en WKE aan de leiding. Daarachter Zuidlaardenveen en Ruinen. Tja, Ruinen slechts... 2 punten nog net boven VV Pijzen. Jongens, hoe vonden jullie het? Jammer. Ja, heel jammer. Dat is echt jammer. Nou, ik vond het ook jammer. Dit was Badje Bokaal. Tot volgende week.